Alping rust de wereld uit. Dat doen wij door hoge kwaliteit mooie designbedden te leveren bij onze consument thuis. Maar de wereld rust je niet alleen uit bij mensen thuis, maar dat doe je ook voor onderweg. En dat is de link richting onze hospitality. Hospitality, Alping B2B, zet zich in om mooie touchpoints te creëren voor ons Alping merk. Waardoor mensen dus die niet thuis een Alping hebben, toch de Alping-beleving kunnen beleven. En daarmee dus ook buitenshuis een uitgerust gevoel overhouden aan onze bedden. Zo hebben wij het Alping Revive bed ontwikkeld. Dit is een lichtgewicht bed. Dat lijkt op een box, maar het heeft een rok in plaats van een solide box. Door dit lichtgewicht bed is het makkelijk verplaatsbaar en is er ook makkelijk onder het bed te komen. Dit is ook voor kleinere kamers een toegevoegde waarde waar je een koffer bijvoorbeeld onder je bed kan schuiven. Maar naast dit bed hebben we natuurlijk al onze andere bedden die wij precies kunnen laten passen bij het design van jouw hotel. Dus neem de poten van het bed, die kunnen we in een bepaalde kleur spuiten. De stoffering. We hebben alle opties om elk bed in elke kamer precies te laten blenden. Het bed is modulair. Dat wil zeggen dat we dus door de jaren heen onderdelen van dit bed kunnen vervangen. Wat betekent dat het heel duurzaam is en dat je dus ook niet na een x aantal jaren je bed eruit hoeft te gooien en weer een nieuwe aan moet schaffen. Wij zorgen ervoor dat je na 10 jaar bijvoorbeeld weer een nieuw hoesje om het bed heen kan doen en het bed nog vele jaren door kan. Naast het Alping Revive bed hebben we ook het Alping Revive circulaire matras ontwikkeld. Het matras is beschikbaar binnen de hospitalitymarkt. Dit matras bestaat uit polyester en staal en is dus circulair. Dit is een nieuw product, ook voor de hospitalitymarkt, en het biedt ook voordelen. Zo heb je de Mia van Meel regeling, waarmee je subsidie krijgt op dit matras. En aan het einde van de rit, dus laten we zeggen over 10 jaar, kun je dit matras ook weer bij ons inleveren. Want dit zijn grondstoffen weer voor nieuwe matrassen. Onze producten worden geproduceerd in onze groene fabriek in Deventer. Deze fabriek bestaat eigenlijk uit 3 kleine fabrieken, waarvan eentje de staalfabriek is, hout, en dan hebben we ook nog het grootste naaiatelier van Nederland. Op het dak hebben we daar ruim 2800 zonnepanelen liggen. Dat is goed voor 30% van onze energie. Daarnaast hebben we binnen ook planten groeien, waarmee je ook het daglicht binnenkrijgt. Dat geeft ook aan dat je een fijne werkomgeving hebt. Warmte die we in de fabriek voelen, die wordt in de zomer opgeslagen, welke we dan later weer kunnen gebruiken. En het regenwater, waar we ook de planten mee sproeien, gebruiken we ook voor het doortrekken van de toiletten. Nou, de wereld is aan het veranderen en we moeten echt iets gaan veranderen. Binnen Alping hebben we de stap al gemaakt om wat te veranderen door onze implementatie van het circulaire matras. En nu is het eigenlijk zaak om ook binnen de hospitality juist dat circulaire matras de nieuwe normaal te laten zijn. En dat we dus kiezen om uiteindelijk de grote massa van matrassen om te wisselen en opnieuw te kunnen gaan hergebruiken. En dat is dus ook mijn roep om kies circulair.